is een lange weg als je verlangens hebt. Dus het niets willen zorgt dat je alles hebt. Maar je wil keuzes maken. En de tijd vliegt zelfs terwijl ik schrijf. Dus eigenlijk moet ik vleugels dragen. De tijd bevriezen als een fotograaf. Kijk, de wijzen staan stil op de chronograaf. Flashback, kleine jongen met een backpack. Op school in het klaslokaal schreef mijn eerste rap. Track, nu volle zalen, mensen vragen om me. Ze zeggen noem je prijs, we betalen voor je. Dat onderbuikgevoel, ik vertaal het voor ze. Ik was verdwaald, maar ik heb mijn weg weer door jou gevonden. Ik hoor ze zeggen wie zoekt zal. Mijn leeftijd en de titel van de track is geen toeval. Geniet van het moment voordat het boek valt. Het slechte en het goede, ik heb het op mezelf afgeroepen. Dus niemand krijgt de schuld van wat er misgaat in mijn leven. Nee, ik ben me bewust van de kracht van het rappen. Ik lach als ze zeggen dat dit of dat niet kan. Man, je snapt of dat gedachten scheppen. Wat je verwacht te hebben, is wat je krijgt. Ik zei, ik ben top 3, dat is geloven wat je schrijft. Ik zie het leven als de seizoenen. Is de ene aan zijn eind, komt er ook weer een nieuwe. What's up? Momentum is nu daar, 32 jaar. Ik moet verder met mijn leven. Het is voorbij. Ik ben boos, ik ben jaloers en veroordeel hetgeen ik ontken bij mezelf. Kijk eens naar mijn blije helft. Alibi is een succes, het zei je zelf. Maar waarom eigenlijk? Mensen vragen waarom twijfel je? Ja, waarom twijfel ik? Jongeren willen me zijn en ik kom al niet meer in het duister. Ik ben er voor op de vlucht. Maar als ik mijn vlucht mis, trekt het me terug. Diep in die put zit niet mijn geluk. Ik zie daar geen fuck. Ik heb mijn ogen dicht. Misschien moet ik ze openen. Misschien moet ik mijn schaduwkant niet verloochenen. Zonder kwaad is er ook geen goed. Adequaat doe ik goed, als ik kwaad ben goed. De duivel in mijn hoofd, hij wil me binnenhengelen. Ik ga niet met hem in gevecht, investeer in mijn engelen. Daarna nodig ik hem uit en luister naar zijn adviezen. Want ik weet, ik moet straks kiezen. Als alles wat hij zegt goed in mijn kopje zit, neem ik het met me mee en kies ik voor de opposite. Ik ben niet tegen haat, ik ben voor liefde. Mijn gevoelssensor ziet ze. Gevoelens van verzet, ze bedoelen het niet slecht. Nee, ze willen me beschermen, dus ze zoeken het gevecht. Ze zeggen aanval is de beste verdediging. Ik zeg ze, acceptatie is een veel beter ding. Acceptatie betekent niet dat je niks doet, maar dat je doet vanuit je hart. Neem een pitstop, even afkoelen en even bijdenken. Ben mijn gedachtes niet, dus ik zie mijn denken. Niet als mijn visie, maar meer als mijn venten. Die bij me blijft tot aan het einde van mijn tijd. Momentum is nu daar. 32 jaar, ik moet verder met mijn leven. Het is voorbij. Het is voorbij.